Ik ben hier in Haaften, dat is een prachtig plaatsje in het midden van Nederland. Een klein schattig plaatsje, vlakbij Zaltbommel. En ik ben hier met Marcel Leeuwens, een van de FVD'ers die hier wonen. En die mij heeft gewaarschuwd dat hier vanavond een inspraakavond is. Om 7 uur voor de plaatsing van een groot AZC. Met 150 asielzoekers die hier in dit kleine dorpje, vlak langs een weg die naar de sportvelden lopen, waar de kinderen heen en weer fietsen, langs fietsen. Marcel, wat gaat dat betekenen voor dit gebied? Nou, dit gebied waar echt een onveilige situatie krijgt in Tuilenhaven. Ik spreek zelf uit eigen ervaring. We hebben een rondje tuil ontwikkeld en een kabouterpad om twee wielen en een put heen. En als is er 100 meter vandaan van de AZC, de loopt moeders en kinderen. Er komt een totale onveilige situatie. Dat kan echt niet op die plaats dat daar een AZC komt. Het is een plek van helemaal niks. En wat je ziet is dat alle gemeentes, hè, zeker de burgemeesters, worden allemaal door het Rijk benoemd. En die willen allemaal doorgaan met die plaatsing van de AZC. Zelfs terwijl de spreidingswet nog niet van kracht is. Hè? Dus het hoeft eigenlijk nog helemaal niet volgens de wet. Maar ze doen het. Ze willen meewerken met die plaatsing van die asielzoekers overal. En zo'n inspraakavond is het moment om verzet te tonen. Om je van je te laten horen. Om hier iets tegen in te brengen. En wat hebben ze nou gedaan? Heel slim. Ze hebben alleen de allerdichtst bijwonende bewoners uitgenodigd. En dan gaan ze natuurlijk straks zeggen, het was hartstikke rustig, er was niemand, heel weinig oppositie, we kunnen doorgaan. Dat is het spel wat ze spelen. En daarom ben ik hier, daarom zijn wij hier, om iedereen op te roepen, kom hier ook naartoe. Laat van je horen. Dit gaat niet alleen de direct omwonenden aan, dit gaat de hele omgeving aan. En eigenlijk vind ik, dit gaat heel Nederland aan, want hier, vandaag is het Haaften, volgende week is het Alkmaar. De week daarna is het een plaats in Groningen. Het gaat maar door. Alleen als we vanuit de gemeenten het verzet, de oppositie, organiseren en mensen hier massaal naartoe gaan om te demonstreren, om van zich te laten horen, alleen dan hebben we een kans om dit te stoppen. Je ziet het ook, hè, met verkiezingen, ook met Wilders in de regering, met de PVV. Het gaat gewoon door. Het moet echt van onszelf komen, van de mensen in dit land die vanuit de gemeente, vanuit de dorpen in actie komen en zeggen, dit laten we niet passeren. Dus hulde voor Marcel Leeuwens dat hij hier staat. En ik hoop vanavond om 7 uur bij de Burcht van Haaften heel veel mensen te zien. Laten we in actie komen en ons land beschermen tegen deze waanzinnige massa-immigratie.